Oswies Wassenaar heeft een uitje aangeboden gekregen voor alle vrijwilligers van Dunea en pannenkoekenhuis Meijendaal. Ze gaan eerst een wandeling maken en daarna krijgen ze een lekker diner. Goedemiddag lieve mensen, welkom bij boerderij Meijendaal. En mijn allereerste woord richt ik tot Kees Jan. Heeft ons uitgenodigd om de startpositie van het vrijwilligersuitje. Zijn gastvrijheid waarderen we enorm. Maar daarnaast ook zijn zeer warme betrokkenheid bij Hospice Wassenaar. Want het is niet alleen vandaag dat hij ons in het zonnetje zet. Maar hij heeft ook voor ons al een jazzavondconcert georganiseerd. En ook het stamppotbuffet. Waarvan de opbrengst ten bate kwam van ons hospice. Dus daarvoor alvast een applaus, denk ik. We zijn ongeveer met 60 mensen. Dat betekent dat wij zo dadelijk in 3 groepen onder begeleiding van Wilco, Gino en Hans, de boswachters, een prachtige wandeling gaan maken en dan uitgebreid geïnformeerd worden over dit duinlandschap. Dus ook voor jullie, hartelijk dank dat jullie dit voor ons willen doen. En ik neem toch ook maar even een applausje. Ik denk dat we nu zover zijn dat we in groepen van 3 ons gaan opsplitsen. En dan een leuke boswachter uitzoeken. En dan met elkaar op stap gaan. En vooral genieten. Veel plezier. En we gaan ongeveer een uurtje wandelen. We gaan even naar een uitzichtpuntje. En dan kunnen we mooi over de zee uitkijken, over de plassen. Ik zal onderweg verschillende dingen vertellen. En als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Ik weet alles van het gebied, echt alles. En als ik het niet weet, dan verzin ik gewoon wat. Ja, dat is sowieso wel goed. Jullie hebben goede schoenen aan, hoop ik. Ja, dat wel. Geef maar aan als het niet goed gaat. Het is er toch een beetje natuurlijk op en neer in Duin. Het is niet zoals bij de berg. Maar we gaan niet al te hard. Het is ook niet al te ver, dus het valt op mij. Afgelopen winter is het wat groter gemaakt en allemaal weer een beetje vernieuwd. Ja. Was ik wel aardig aan vernieuwing toe. En nu heet het dan Duin Campus, want we kunnen ook gewoon schoolklassen daar op het gebruik van maken. Dan kunnen ze daar gaan zitten. En dan kan een leraar daar zijn verhaal doen. Bij het water hebben we ook zo'n tribune gemaakt, dus dan hoeven ze niet per se met een duinwachter mee. Ze kunnen ook lespakketten ophalen in het tapuit, bij het bezoekerscentrum. En dit stukje wat erin valt, dit heeft nog de oude naam Erteland. Het heette vroeger ook erteland. Het hoorde bij de boerderij waar we net vandaan kwamen. En hier verbouwden ze dus onder andere erten. Ja. Die deden het hier heel goed. En dit is een jaar of 5 geleden opnieuw helemaal omgeploegd. En weer als akkertje gemaakt. Het was een oud akkertje. En nu is het dan weer iets veranderd. Nu zit er een randje omheen. Dat is een soort belevenisronde. Die kunnen de kinderen maken. Dan gaan ze door buizen heen en over paaltjes heen. Maar daarbinnenin hebben we nog steeds aardappels gepoot. En verschillende oude gewassen zetten we daar neer. Een beetje uit de tijd van dat de boeren hier vroeger ook het akkertje gebruikten. Dus het is een beetje de vraag of alles weer een beetje opkomt of niet. We hebben nu wel wat beregening erbij zitten, want anders zou het helemaal slecht gaan met alles. Vorig jaar was het erg droog en dit jaar is het weer erg droog. Dus we kijken of het lukt. Maar dan kunnen de duimpiepers later in het jaar eruit gehaald worden. En die verkopen we dan weer bij het bezoekerscentrum. Wij de eerste groep zijn die terug is. Dus wij hebben het beste aan time management gedaan natuurlijk. Ja. Belangrijk. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht dus aan het einde van de excursie. Als jullie nog vragen hebben, stel dan. Dank u wel. Wat doe jij hier? Ik ben hier duinwachter. Wij zorgen dagelijks voor de toezicht en handhaving. En we verzorgen excursies en educaties. Zeg, en luisterden de mensen van Hospice Wassenaar een beetje? Ja, zeker. Het zijn hele enthousiaste mensen en ze waren heel geïnteresseerd. Dus het was een hele leuke excursie. Ja. En wat heb je ze allemaal laten zien? Ik heb ze laten zien hoe wij als Dunea zijnde het water winnen in ons duingebied. En hoe de natuur en de waterproductie eigenlijk samengaan hier zo. Hoe gaat die waterwinning?
Wij halen ons water vanuit de Afgedamde Maas. Dat gaat door een leiding ons duingebied in. Daar voeden wij de plassen. En vanaf daar wordt het op een natuurlijke manier door het zand en door het riet gefilterd. En als dat gebeurd is, dan wordt het naar het pompstation toe gedaan. En daar wordt het nog onthard en nog een keer nagefilterd. En dan is het eigenlijk al goed om te drinken. En wordt het dan wel gecontroleerd? Ja, natuurlijk. Daar is hele scherpe controle op. En in Nederland is dat heel goed geregeld. Voor wie zijn de rondleidingen allemaal geschikt? We hebben verschillende soorten rondleidingen. We hebben educatieprogramma's voor scholen. Maar we hebben ook excursies voor iedereen die er eigenlijk in geïnteresseerd is. Met verschillende onderwerpen. Zowel over planten, over reeën, noem het maar op. Is het ook geschikt voor minder valide? Ja, zeker. Wij onderhouden de wandelpaden goed. We staan nu toevallig bij de Duincampus. Die is vorige maand geopend. En bij de aanleg van de Duincampus is extra rekening gehouden met minder valide. Marvin, waarom hebben jullie Hospice Wassenaar het uitje aangeboden? Voor alle vrijwilligers die natuurlijk sowieso al vrijwilligerswerk doen, dachten we, ja, die kunnen wij ook een keertje in het zonnetje zetten. En ja, wat kan je dan doen om beter doen om hun een pannenkoek aan te bieden? En toen dachten we, we zitten natuurlijk naast Dunea en een boswachter erbij aan te sluiten, zodat ze een mooie wandeling kunnen maken. En na de wandeling heb je natuurlijk trek en dan komen ze een pannenkoek eten en dat bieden we dan gratis aan, zeg maar. Heb je ervaring met het hospice? Ja, persoonlijk gelukkig niet. Maar we hebben een stamppottenavond georganiseerd voor de hospice. En de opbrengst daarvan was 3000 euro. En dat hebben we helemaal gedoneerd aan de hospice. Vinden jullie het belangrijk om als ondernemer ook betrokken te zijn? Ja, zeker. Want de zaak draait in principe goed. En ja, dan kunnen wij natuurlijk ook voor andere mensen klaarstaan. En ja, dat doen we dan met zoveel mogelijk te helpen. En boodschappen, begeleidingsdienst. Die mensen die mogen hier gratis bij ons eten. Dus ja, dat zijn dan dingen die wij graag doen. En we steunen ook veel doelen, zoals Zonnebloem. En ja, eigenlijk heel veel doelen. En daar doen we eigenlijk wel altijd aan mee. Danielle, jij bent coördinator. Wat houdt dat in? Als coördinator zijn wij verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen van het hospice. Dat houdt in het opnemen van kasten, een intake. Het vrijwilligersbeleid, een stukje PR, de donaties. Door wat voor partijen worden jullie allemaal geholpen? Er is een veiling geweest met een hele mooie opbrengst. We hebben deze vandaag om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De Europa Run is geweest, wat een mooi aanschuifpad heeft opgeleverd voor onze gasten. En we hopen op het mooie weer of het veteranentoernooi van Blauw-Zwart.